Drie naturalisatiewetten zijn gisteren goedgekeurd in de Nationale Assemblée. Hiermee mogen 220 personen zich nu Surinamer noemen. De twee eerste wetten zijn met algemene 35 stemmen goedgekeurd. En de laatste wet is goedgekeurd met algemene 36 stemmen. VAP-parlementariër Reshma Mangre benadrukte in haar stemmotivatie dat deze 220 personen al lang genoeg gewacht hebben op dit moment. Vanuit deze plaats roep ik ook het parlement op om kamerbreed te stemmen voor deze drie wetten. En ik wil alvast vanuit deze plaats de nieuwe burgers welkom heten. Ad interim minister David Abiyamofo van Justitie en Politie haalde aan dat de regering graag alle gestelde vragen had willen beantwoorden. Echter is dat niet gelukt. Abiyamofo beloofde dat de nodige informatie spoedig gedeeld zal worden met het parlement. Wij nemen mee, heel belangrijk, de afronding van de voorbereiding van die inburgeringsplicht. Maar ook de implementatie van de one-stop-shop. De drie wetten zijn ingediend op 5 juni 2024. Het doel van deze wetten is om de wettelijke regels voor het verlenen van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie vast te stellen.